Maël, Nathan, Noemi en Hanne zijn ondertussen aan hun dessert toe. Ze hebben elk een verschillend gerecht gekozen om op die manier alles te kunnen beoordelen. Smakelijk. Juist wel jammer dat ijs ook niet homemade is. Is dat niet homemade? Ze zeiden van wel. Dacht komt uit een doos. Nee. Barbara. Ja? Hij is zelf gemaakt. Ja. Zie? Zelf gemaakt? Ja? Ja, van eens. Ja, ja? Handgepeld. Nog eens. Barbara. Ik weet dat hij is gemaakt. Het is boven. Oké, het is plek dan wel te zijn. Ik was weer. Checkt dat? Komt. Checkt dat? Komt. Ik vind als je zelf je ijs maakt, dat dat wel een veel lekkerdere smaak zou moeten hebben. Ik vond het redelijk een beetje synthetisch bijna. Oh. Dat is pas de Etna. Gooi me erin. Volgende keer, als ik naar Kortrijk kom, ik eet alleen dat dessert en dan zit ik goed voor de hele dag. Zijn er veel mensen die dat opkrijgen? Ik ga toch nog een opkrijgen. Ja. Dat je heel Afrikaans door mee voeden. Ik heb toch 10 kinderen achter de laf, man. Shit, hè. Ik kan er niet mee overheen komen met jou. Ik heb een super probleem mee. Elke keer weer. Nee, mama. Ga eerlijk zijn, joh. Je moet dat echt doen, want anders zal je... Anders... Nee, het is toch wel vies. Als 3 mensen zeggen dat het was lekker en de anderen zeggen ja, nee, het was niet lekker. Ik had hogere verwachtingen. Ik ga er heel erg aan zijn. Zeker omdat Peter Grosses het zo top vond. Het eten is goed. Mag je een hoog vliegen, moet ik eerlijk zeggen. Dat heel goed gedaan. Vanavond, het eten was lekker, maar het was wel heel simpel. Het was eenvoudig. En hetgeen wat Stefan en Barbara ook altijd hebben gezegd, dat is hetgeen wat ze willen brengen. Eenvoudige, simpele keuken. En dat doen ze goed. Ciao, hè. Gaan goed zijn ze vanavond. Ja? Ga ik er wat heftig eten. Denk toe.